FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Groenhart. Na ruim 6 weken voorbereiding staat voor FC Volendam de start van de competitie voor de deur. Er werd hard getraind en geoefend tegen interessante tegenstanders. Wim Jonk heeft zijn team zien groeien deze voorbereiding en denkt verder te zijn dan aan de start van vorig seizoen. Hij blikt terug. Nou, als je kijkt de hele periode die we achter de rug hebben met het hele corona gebeuren natuurlijk en alle dingen die erbij komen. Het is natuurlijk een ander soort voorbereiding dan je hoopt. De instap is op een hoger niveau dan waar we vorig jaar begonnen. En dat is ook logisch natuurlijk, want iedereen heeft een jaar lang al die principes gehanteerd. En dat zag je ook snel terug bij de jongens. Maar ook een goede energie. Dus ik merk een goede energie. Dagelijks wordt er gewoon hard getraind. Dus wat dat betreft hebben we wel goede stappen gezet weer. Kijk, we hebben natuurlijk een bepaalde weg zijn we ingeslagen en vorig jaar waren dingen allemaal nieuw en nu is het allemaal vrij logisch en kan je ook sneller doorschakelen naar eigenlijk nog meer verrassing in ons spel. Want dat is eigenlijk de volgende stap die je graag zou willen maken, hè? Dat je nog makkelijker kan omschakelen in een wedstrijd naar iets anders in het veld. Ja, kijk, altijd hetzelfde spelen kan bijna niet. Dus je hoopt altijd dat je een tegenstander kan verrassen als tegenstanders ook dingen doen. Hè? En dat wij daarin een bepaalde variatie kunnen aanbrengen. Dat kan met een type speler zijn, een net iets ander type. Of een net iets andere positionering op het veld. Maar je voetbalprincipes blijven wel hetzelfde. Dus het gaat erom dat je diezelfde energie levert. Dezelfde dingen toepast waar je dagelijks mee bezig bent. En dat bepaalt uiteindelijk of je wedstrijden wint of verliest. Ik weet gewoon wat wij kunnen en dat, omdat je dat dagelijks terugziet. Dus je weet dat je een bepaald positiespel kan spelen wat een ontzettend hoog niveau kan halen. Maar ik weet ook dat er af en toe ook elementen bij ons zijn waarin we gewoon aandacht nodig hebben. Dat is vooral in de concentratie soms. Dat kan bij dode speler momenten zijn, dat kan momenten zijn bij zeg maar een ingooi. Ja, dat zijn vaak ook momenten waarop we tegenstanders toe kunnen slaan. Nou, en dat gebeurt ons nog wel eens te vaak, dat we eigenlijk simpele dingen weggeven. Nou, en dat is ook iets waar we gewoon hard aan moeten werken met elkaar, om dat ook weer te verbeteren. Kijk, ik denk dat we in alle wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, ook het verlies tegen Vitesse, hebben we ook een gedeelte gewoon ontzettend goed gespeeld. En daar, toen zag je wel van, nou ja, met dit soort lef en met deze manier van spelen, dit tempo. Ja, dan kunnen we dus ook een eredivisieploeg het gewoon ontzettend moeilijk maken. En dan is een 5-0 uitslag in de tweede helft, ja, dat vind ik dan niet zo interessant. Maar ik heb gezien wat ik moest zien. En dat zie je daarna ook terug in die andere wedstrijden bij een De Graafschap of een Cambuur. Zie je ook weer dingen terug waarvan je weet van, nou, als we dit nog vaster maken en daar nog meer vertrouwen uit halen zelf. En gewoon die bepaalde vastheid, gewoon weten dat je daar altijd op terug kan vallen. Ja, dan maak je dus denk ik de stappen die nodig zijn om weer bovenin mee te doen. Voorbereiding is allemaal leuk, maar uiteindelijk gaat het om het echie. En dat is aanstaande zondag starten we met een prachtige derby. En een moeilijke wedstrijd. We hebben vorig jaar ook gezien, dat is geen ploeg die ons het heel makkelijk maakt. Dus dat zal een heel interessante wedstrijd worden. Ik heb Telstar ook gezien tegen AZ afgelopen paar dagen geleden. Ja, dus je weet wat je kan verwachten bij Telstar. Nou, en wij moeten gewoon ons spel goed spelen, willen we daar winnen. We hebben nu gewoon een goede selectie staan. Ik ben natuurlijk ontzettend blij dat Franco is teruggekeerd. En dat geeft natuurlijk nog een extra dimensie aan ons. Nou, die heeft natuurlijk nog wel wat ritme nodig. Die heeft natuurlijk ook maanden niet gespeeld. Dus dat zal ook nog wel ververgen dat die weer op zijn niveau is. Alhoewel het natuurlijk een speler is die, dat zie je nu ook in de training, al meteen ja, het spel weer naar zich toe trekt. En ja, vanuit zijn talent gewoon dingen doet die meerwaarde zijn voor het team. Dus wat dat betreft zijn wij... Natuurlijk blijf je altijd kijken naar buitenkantjes, hè, zoals ze dat mooi zeggen. En maar we zitten niet... Kijk, het gaat om, als je je versterkt, dan moet het toch versterkt worden. Nou, en in de breedte spelers erbij, dat hoeven wij niet te doen.